Als jij toch naar mij toe komt, is het niet een goed idee om Poesie dit weekend te gaan verhuizen. Boodschappen opmaken vind ik echt moeilijk. Doe je dit zo? Oh mijn god, deze kleur vind ik echt prachtig. Nu wil ik alles in die kleur. Eeuw, dat is een hele rare spin. Kom eens. Nou, helaas jongens. We hebben waarschijnlijk samen op de pabo gezeten, maar we weten het niet. En toen kwam ik binnen in de klas in het goede lokaal en toen... Hey! Weet je wel, denk ik, dat vind ik zo'n leuke vibe. Ja, ik ben heel happy en dan met H, ja. Kijk dit, de moister. Kijk. Daar gaat ze. Zwaar lijvig, obesitas. Ik zeg altijd, past sowieso wel. Nou, dat was het. Ik dacht echt, doe ik altijd een auto laten vrezen in. Toen dacht ik, nee. Een huisje, hè? Leg hem gewoon op mama. Gewoon dan zeg ik op de boot, kan je mij filmen? Gaat hij de omgeving filmen? Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik lag lekker om 10 uur in bed, maar ik had tot 1 uur 's nachts een mug. En Mef had enkel slapen met de mug, maar deze hield me echt wakker. Hij heeft me geprikt, gleed het zoemen naast mijn oor en om 1 uur had ik hem eindelijk gepakt. En mijn keel was nog niet echt beter. Maar goed, we gaan er weer voor vandaag. Olé. Ik ga even mijn haar krullen en ondertussen lekker GTST aanzetten. En ik heb nog 40 minuutjes voordat ik uiterlijk weg moet, dus ik ben op zich redelijk op schema vandaag. Volgens mij zijn er in die bak kikkervisjes dood. Het stinkt heel erg en ze liggen allemaal op de bodem. Hallo, de klas is klaar voor morgen. Het is 6:15. Ik moet vanaf nu niet meer praten. Morgen komt de inspectie. Echt, alsjeblieft zorg ervoor dat ik mijn stem heb. De klas is helemaal ready en ik ga thuis nog een hele avond aan mijn lesvoorbereiding. Zo ziet het er. Oh, dat lezen moet eigenlijk nog omhoog. Een soort kast nog. En zo dan. En dit is voor de les van morgen. Dit is rekenen. Dit is voor de les van morgen. Hier wat van de maskers. Vandaag hebben we kleurplaten tekeningen gemaakt om betere dromen te hebben. Want veel kinderen slapen heel slecht. Alles is netjes. Morgen beginnen we met een nieuwe kern. Dit is netjes. Dit is allemaal netjes. Kunnen ze 's ochtends zeggen hoe ze zich voelen. Dit is netjes. En dit is mijn bord voor morgen. Ik moet alleen nog bij Da Vinci ik maak invullen. Ja. En wat je klaar doet als je klaar bent met schrijven. Sorry, ik kan echt niet meer praten. Dit ook ready. Het zit gewoon met bootiespul. En het enige wat ik nu nog moet doen, is mijn lessen in mijn hoofd hebben. Kijk, avondvierdaagse. Vanaf mijn huis kan ik heel de avondvierdaagse bekijken. Grappig. Het liefst zou ik als ik mijn klassieke kaart ga schreeuwen, maar dat lijkt me niet heel erg verstandig. Ik had jullie vorige week vlog nog beloofd om jullie te laten zien hoe ik mijn nagels altijd zo leuk doe. Daar krijg ik heel veel vragen over. Dus ik ga dat jullie nu laten zien. Ik heb een hele mooie nieuwe set gekregen van Glow Dip. Met allemaal prachtige dipping powders die ik zelf heb uitgekozen met allemaal glitterkleurtjes. De doos ziet er al echt super mooi uit. Kijk, helemaal wit met roze. I love it. Nou, ik weet al hoe het moet, want ik heb natuurlijk al vaker mijn nagels met dipping powder gedaan. Maar kijk hoe mooi deze set eruit ziet. Kijk hoe pretty. Super handig. Allemaal in een doos. Ik had gisteren al eventjes mijn nagels een beetje geveld. En daar heb ik allemaal echt prachtige kleurtjes uitgekozen. Ik vind glitter heel erg leuk bij dipping powder. Deze heet Marshmallow. Deze heb ik dus allemaal zelf uitgekozen. Deze heet Champagne Gold. Pink Lemonade, ook prachtig. En kijk hoe fancy die potjes eruit zien. Diamond White. Princess. En Cinderella. Dit zijn echt van die grovere flakes. Oké, ik ga even kijken waar ik voor ga. Ik ga sowieso eerst even mijn nagelriemen erachter duwen. En ik ben dus het meest fan van glitter. Omdat ik dat er en echt waanzinnig uit vind zien. En ook best wel uniek. En het blijft echt, nou ja,
oneindig lang zitten. Het gaat er gewoon niet af als ik het er niet afhaal. Echt fantastisch. Dipping powder blijft tot 3 weken zitten, maar glitter blijft bij mij gewoon nog langer zitten. En iedereen... Wow, dit is wel even goed om te doen, zeg. Iedereen geeft me er dus complimenten over steeds. Op Insta en in het echt. Van wauw. Dan zachtjes een beetje opveilen. En ik doe het vast een beetje in de vorm die ik wil. Mijn nagels hebben nu allemaal een andere lengte een beetje, maar het maakt me niet zoveel uit. En bij Glow Dip heb je dus geen base powder nodig. Dus we gaan straks gewoon meteen de glitter aanbrengen. Weg ermee. En dan gaan we lekker de base coat aanbrengen. Het moet even een dun laagje zijn en lekker snel werken. Dus ik moet meteen even kijken welke poeder ik wil gaan gebruiken. Ik neig een beetje naar die hele lichte roze. Met die flakes erop. Denk ik. Kijk die kleurtjes. Kijk nou. Oh. Dit is toch echt een meisjesdroom, deze kleuren. Ik begin even met deze. Een dun laagje. Niet je nagelriemen. Het is gewoon eigenlijk net als nagellak. Ah, welke kleur ga ik kiezen? Ik ga voor roze. Oeh, die is echt prinsessig. Sweep, sweep, sweep. Oh, heel cute. Doen we er nog een laagje op? Het hoeft dus niet heel netjes gelakt, maar ja, ik kan op zich best wel goed netjes mijn nagels lakken. Dus ik doe het liever wel netjes. Dan hoef ik eigenlijk nooit meer iets te herstellen. Hoppakee. That's it. Oh, dit is mooi en netjes. Oh mijn god, deze kleur vind ik echt prachtig. Nu wil ik alles in die kleur. Oké, okay, op de volgende ga ik 1 laagje roze doen en dan die glitter. Oh, er zit ook gewoon een poedertje in, joh. Het is niet alleen maar glitter. Dus je kan deze volgens mij ook gewoon over je hele nagel doen. Oh, grappig. Dit is echt heel vet. Disco boy, I'm a disco boy. Heel mooi. Heel gaaf. Oké, nu ben ik eigenlijk al klaar. Ik wil nu overal glitter. Okay, ik ga hier nog 1 laagje op doen. Kijk, dit is dus het leuke. Ik kan helemaal genieten. Helemaal losgaan. Helemaal doen waar je zelf zin in hebt. Je hoeft niet te denken, oh nee, wat moet ik nou zeggen? Wat ik wil. Ik raak altijd in de stress in die nagelsalons. Dat ik niet weet wat ik wil, wat er mooi is. Dan denk ik, oh, ik wil ook nog dit. Maar dan heb je kleur al gekozen, dus dan mag het niet meer. Plus, thuis is veel chiller. Vind ik dit leuk? Vind ik dit leuk? Ja, dat vind ik leuk. De activator. Heel goed overal aanbrengen. Ook de randjes. Want dit zorgt er dus voor dat alle lagen worden afgedicht. En dat het zich aan de nagel gaat binden. En dat er geen luchtbellen ontstaan. Heel belangrijk. Zeker 2 minuten laten drogen. Hierdoor wordt het gewoon 1 geheel. Nu is het nog een beetje zacht. Helemaal goed doen. Nu is het echt al goed hard. Nu kan je dus nog een beetje gaan veilen. Maar dit is zeg maar de stap waar je het nog een beetje kan bijwerken. Zo, activator laagje 2. Ik vind mijn duim wel echt het allergaafste omdat hij ook wat langer is met die glitter. Wauw. Geef het 3 minuutjes laten drogen. En dan kan je voor zekerheid nog even met een keukenpapiertje. Zodat je zeker weet dat die activator niet in aanraking komt met de topcoat. Want dat is niet goed voor de topcoat. Dan wordt hij hard. Zo. En dan ga je alweer naar de topcoat toe. Niet te vaak eroverheen gaan. Gewoon lekker. Ik wil ook altijd nog even de randjes. Deze is echt mooi. 2 tot 3 minuutjes laten drogen. En dan nog een laagje topcoat. En dan ben je al klaar. Klaar! Even het poeder lekker bij elkaar verzamelen. En dan ben ik helemaal weer ready. Het is toch leuk, jongens. Hoppa. Oh, dit is dus waarom ik zulke leuke nageltjes heb. Glow dip. Helemaal leuk. Tada, en weer klaar voor de next time. Hoppa. Toppie. Nou, ben je nou ook benieuwd geworden naar Glow Dip en wil je ook je nagels met dipping powder helemaal thuis mooi maken? Check dan mijn kortingscode Charlotte voor 15% korting op je bestelling. Dan gaan we nu weer door naar de vlog. Hallo jongens, ik ben even aan het opmaken. Ik dacht ik doe extra veel mascara ook onder en een beetje zo'n lijntje onder mijn oog zodat ik er zo min mogelijk ziek uitzie. Ik voel me op zich wel oké hoor eigenlijk. Ik heb best wel oké geslapen. Ik denk van 11:30 tot 6 met maar 2 keer wakker worden, dus dat is echt netjes. Net echt 1000 keer naar de wc geweest. Dat heb ik altijd, werd helemaal zenuwachtig. Maar ik dacht, dat werkt gewoon. Je moet het, als je niet van je stem moet hebben, dan moet je het gewoon van andere dingen hebben. Zoals je mimiek, je blik. Dus ik
ga even voor goede make-up. En het is al 10:50, ik ga voor 10 minuten al weg. En dan gaan we er voor vandaag weer op. Dit is voor morgen toetsen. Dit moet je Veline nog even met kinderen bespreken. Dit is voor de rekenles. Dit zijn werkbladen voor als je zelf gaat werken terwijl je Veline aan het toetsen is. Dit moet verbeterd worden. Dit is nog voor rekenen. Dat hebben ze gemaakt. Dit is nog voor Da Vinci. Er waren nog dromentekeningen. En dit was ook wel een leuk lesje vandaag. Gingen ze allemaal in tweetallen over goed voor je lichaam zorgen. De les ging gewoon prima, maar we horen donderdag pas hoe het ging, maar niet individueel. Dus je hoort het gewoon echt over de hele school. En we hebben ook nog een andere school, die hoort er ook bij. Dus dat is super spannend. Ik was onwijs zenuwachtig, dat wel. Iets zenuwachtiger dan ik normaal ben bij een lesbezoek. Maar goed, ik ga niet te veel vloggen zo, want ja. Ik heb heel veel zin om naar huis te gaan, maar ik ga bij mijn ouders eten. Dus dat heb ik niet afgezegd. Maar ik ga wel gewoon direct naar het eten met hen naar huis. Dus, en dan morgen lekker niks. En donderdag zie ik weer het hele team, want dan gaan we dus het eindoordeel krijgen met elkaar eten. En vrijdag ben ik nog studiedag, dus morgen 1 dagje voor mezelf waarin ik dan gewoon moet werken voor YouTube. Dus het is weer een drukke week. Hi baby. Mensen missen jou niet, dat ze vinden jou allemaal vervelend. Zeggen ze fijn dat die vogel eindelijk weg is. Ja, ik hoor dat ik dat niet meer blijven. Terwijl ze niet zeggen wat is die vogel schattig in het water aan het badderen. Nee, dat zeggen ze niet. Ja, maar dat water was het van. Wat is het eigenlijk? Lasagne. Maar met anders lijkt het een soort melanzana-achtig. Heel veel groenten erin. Ja? Aubergine. Lekker, hè? Hallo jongens, ik ben net op mijn bed gerold. Ik heb van 11 tot 6 of zo helemaal doorgeslapen. Dat is voor mij echt uniek. Sowieso na een werkdag ben ik sowieso wel moe, maar ik slaap nooit echt zo lang door. En toen nog eventjes en nog eventjes tot 9:30. En nu, ik kan blijven slapen, maar ik dacht ik sta weer op. Houd ik het ritme ook een beetje oké. Maar ja, ik ben gewoon echt ziek. Leuk, 2 vlogs al. Maar nogmaals, ik doe echt mijn best om te blijven vloggen altijd. Vandaag heb ik geen afspraak en moet ik dus wel thuis gaan werken. En morgen hetzelfde dan in de avond etentje bij mijn werk. Ik ga echt rustig aan doen. Misschien ga ik zelfs niet sporten, want vorige week ging ik dat doen en voelde ik me eigenlijk de dag erna toch best wel slecht. Terwijl ik zou vanavond met een collega kangaroo jump of zo gaan doen, maar dat ga ik echt niet doen. Ik ga lekker rustig mijn huisje op orde maken, want het wordt zo snel een troep. En allemaal lekker dat soort dingetjes en dan plof ik op de bank met mijn laptop. En dan wordt het lekker werken en chilling en relaxen. Maar ik voel me wel gewoon goed hoor, de hele week al zeg maar mentaal voel ik me gewoon helemaal goed. Maar ja, gewoon niet goed uitgeziekt vorige week. En ik doe heel erg mijn best om steeds overal beelden voor jullie te maken en zo. Dus thumbs up voor de huisvlogs. Dat vinden jullie ook leuk, toch? Huiselijke vlogs. Ik heb heel veel tegenzin. Ik heb mezelf ertoe aangezet om te gaan koken. Ik ga allemaal dingen opmaken die ik in huis heb en er een lekkere gezonde salade van maken. En niet alleen maar rauwkost snijden, maar ook echt dingen bereiden. Ik ben nog niet klaar met werken. Maar ik zit ook een beetje lekker serietjes te kijken en zo. En ik had de gordijnen dicht omdat ik zoveel hoofdpijn kreeg van het daglicht. En ik heb koffie zelfs genomen, wat ik nooit neem. En paracetamol en zo. Dus ja. Maar straks om 8:00, het is nu 6:30, komt eindelijk mijn hoor voor in de woonkamer. Dus kan ik eindelijk lekker in de avond het raam openzetten zonder dat er allemaal insecten binnenkomen. Dus dat is heel fijn. En de asperges zijn wel een beetje oud, maar boeiend. En ik wou iets anders zeggen, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, ik hoef niet naar de studiedag, want dat is staat niet in mijn dat is niet afgesproken, dus ik hoef er niet heen. Want anders, als ik erheen ga, krijg ik niet betaald voor die dag. Dus ik ga vrijdag lekker ook chillen, werk voorbereiden, lekker koken voor Hadi in de avond eindelijk weer naar mij toe komt. Super veel zin in. Oh, en dit weekend is zeg maar de het jaarlijkse campinguitje met de familie van H. Ik weet nog niet of ik meega, maar hij gaat sowieso zaterdag wel. Maar toen zei ik, hey, als jij toch naar mij toe komt, is het niet een goed idee om Poesie dit weekend te gaan verhuizen. Want jij bent sowieso vrijdag tot en met maandag weg. En ik ben
we zijn bij mij. En als we naar de camping gaan, nou, dan vraag ik even mijn ouders. Voor één dagje om even een keertje langs te gaan. Maar ze is hier sowieso korter alleen. En dan kan ze hier ook dit weekend gewoon... We zijn ook thuis. Dus ik dacht, ja, dit is al het goede moment. Dus dat gaan we waarschijnlijk doen. Nou ja, trouwens, als Poesie hier vrijdag komt... kan ik het echt niet maken om dan zaterdag weg te gaan. Met een nachtje erbij. Dus dan moet ik niet mee naar de camping. Maar misschien vind ik dat ook niet erg. Ja, het is wel leuk om mee te gaan. Ah ja, maar we kunnen gewoon geen datum vinden waarbij ik... Ik wil als ze hier komt dat ik niet meteen de dag erna moet werken. Ik wil dat Ha haar brengt, omdat ze Ha nu beter kent. Dat merk je duidelijk. Maar op een gegeven moment moeten we toch gewoon... Ja. Weet je, straks is het zomervakantie. Dan is ze hier net één dag en dan moet ik weer een oplossing vinden voor de vakantie als ik naar Zwitserland ga of zo. Op een gegeven moment moeten we het ook gewoon doen. Deze ook maar, want dit is ook al inmiddels weer een... Ik heb dit nog nooit gedaan, die truc. Maar dit is ook inmiddels alweer een week geleden bij me dat ik dit heb gekocht. De tijd gaat zo snel. Boodschappen opmaken vind ik echt moeilijk. Hoe doe je dit zo? Oh, dit is wel handig, ja. En aan de andere kant dat ook. Ik heb ze niet allemaal, maar wel de meeste. Wow, tijd. Saving. Want ik haat die dingen pellen. Ik doe het gewoon niet. Pellen. De kontjes eraf. Wow. Kijk hoeveel in één keer. Geweldig. En dan heb je er nog wel een paar die je nog moet checken. Dus uiteindelijk ben je net zo lang bezig, denk ik. Maar oké. Okay. Het idee is leuk. Trouwens, een serietip. Zussen op NPO is echt superleuk. Ik heb het in 3 dagen of zo gekeken. Ik had het met de kinderen over ze goed zorgen voor je lichaam. Dan zei ik nog van ja, ik was eigenlijk helemaal niet lekker maandag. En alsnog ging ik eten bestellen. Ja, eigenlijk zorg je dan niet zo goed voor je lichaam. Want vers koken is gezonder. Maar aan de andere kant had ik rust nodig. Dan was het weer fijn dat ik daardoor niet... Dus ja, dat is toch fijn. Dan kan je daardoor lekker relaxen, weet je wel. Dus dat soort gesprekken zijn wel leuk, maar als ik nu deze pan hier zie, denk ik, ja, dit is goed zorgen voor je lichaam. Gewoon even gezond voor jezelf koken en niet eten bestellen. Ja, dat kinderen hebben natuurlijk ook een punt, dat je dan dus ervoor kiest om te bestellen, waardoor je kunt relaxen. Ja, dit is ook rustgevend, dit is hartstikke ontspannend, lekker koken. Nou, dames en heren, dan ziet u hier een berg rauwkost in een schaal. In de volksmond beter bekend als een salade. We hebben haricot vert, asperges, tomaat, komkommer die ik heb geschild en ontrold. De zaadjes eruit gehaald, wat ik echt nooit doe allebei. Maar omdat hij een beetje verlepperd was al. Ergens zit ook nog wat avocado. En wat sla. En heb ik een vinaigrette, oftewel een gedumpt mengseltje van shallot. Lekkere olijfolie, mosterd en een beetje zout. En dat noemen we dan een diner. Die heel gezond is. Oh, kijk hier, avocado. En dit is dan... gaat de koelkast in. Kan ik morgen nog even een saladetje eten als lunch. Met nog een beetje leftover dressing. Want dit is veel te veel. Yeah, ik zat lekker te werken op de bank. En mijn hoor is er. Je ziet het niet. Maar daar zit nu helemaal een hoor in. Dus daar kunnen lekker geen insecten meer naar binnen. Jippie, zo blij mee. En de tv staat aan. Ik weet echt niet waarom, want ik zit geen tv te kijken. Ik ben bijna klaar met het editen van mijn vlog. Het is 8:00. Oh my god, de finale van de bachelor. Ik heb het net gekeken. Ik vond het zo leuk, het einde. Nou, het was heel leuk. Ik ben een beetje aan het opruimen in mijn huisje. En ik ga zo even lekker mijn haar wassen. En ik ben nog steeds niet helemaal lekker. Dus ik ben nog lekker aan het chillaxen. Daar is nu al zo lang een spin. Nou ja, daar. In mijn huis. Ik ga hem maar even pakken. Eeuw, het is een hele enge spin. En ik weet niet hoe ik hem moet pakken. Hij is met zwart-wit. Hij gaat nooit hierin. Hij zit op de zijkant. Oh nee. Zit ik niet zo leuk. Daar zitten nog allemaal hele kleine mugjes. Dat is nog wel voordat ik mijn hoor kreeg. Ja, ik weet niet hoe ik die ga pakken hoor. Dat vind ik echt heel eng. Kom eens. Ja, nee, dat kan ik niet. Ik ga hem niet eraf duwen. Hij moet echt in mijn glaasje vallen. Vraag me wel eens af, hoe kunnen die spinnen dan dagenlang overleven? Daar. Daar is geen eten of zo, toch? Nou, misschien mugjes. Dat
Het is een hele rare. Het is een hele kleine met korte pootjes. Wel dik en zwart-wit. Deze vuilniszak wilde ik echt ook zondag al eruit halen. Hoe heb ik dit... Het is me toch gelukt. Gewoon om... Het lukt mij gewoon niet om voor werktijd... Het ruikt alleen echt niet lekker. Dat is dan toch het nadeel van mijn appartement. Kijk, ik ga niet nu... Je kan niet zo even het vuilnis buiten zetten. Je moet toch je kleren aandoen. Je moet helemaal naar overloop, helemaal naar beneden, helemaal naar buiten. En dan voor mijn werk let ik het niet, dus ik ga het zo doen. Als ik naar het etentje ga, maar dan zet ik het even buiten, want het ruikt niet lekker. Ja, dan vind ik het toch lekker om die bak nog even buiten te laten luchten hoor. Ook net als vorige week. Same content. En dan toch fris, al is het niet gelekt. Hallo Spin, waar ben je nou? Oh, hij zit dus in mijn gordijnrails. Erin zit het te kruipen. Dus als ik nu mijn gordijn zo doe, dan gaat hij dood. Maar dat vind ik zielig. Verlies hij alleen, maat. Mug, snel dicht. Ik wil niet dat hij spinnen in mijn bed gaat zitten. Dat lijkt me niet zo fijn. Feels so fresh. Zo lekker. Mijn huis is helemaal netjes. Ik ben helemaal schoon. Ik had er echt even bij behoefte aan. Ik heb echt heel lekker al mijn skincare gehad. Mijn huid is zo goed. Als ik het aanraak, kan ik beter wat het eruit ziet. Maar je voelt niks. Als je het ziet, er zit niks op mijn huid. Zo schoon. Heerlijk. En ik moet over een uur klaar zijn. Dat red ik wel. Kastje hier gezet. Ja, ik moet nu niet vloggen, want mijn robot is aan. Maar ik ben weer even opnieuw een map aan het maken van mijn huis. Ik heb wel even buikpijn. Ik denk dat ik misschien voor het eerst ongesteld word sinds ik gestopt ben met de pil. En ik ben dus gestopt met de pil. Ik weet of jullie me niet horen. Dat is zo irritant. Ik had dus verteld dat ik last kreeg van ineens van lichaamsschurfjes en zo, wat ik nooit heb. Weg. Ik denk wel anderhalve week nadat ik gestopt ben met de pil. Maar ik dacht, ik moet even aankijken. Ik weet niet hoe lang ik nu gestopt ben. Een maand misschien al. Niks meer. Gewoon zoals het was. Echt geweldig. Ik ruik gewoon weer lekker zelf. Ja, ik heb nooit last gehad van nagelkurkjes op mijn lichaam. Gewoon nooit. Dus ik ben daar heel blij mee. Dus ja, ik ga dan niet meer aan de pil hoor. Als ik in ruil daarvoor niet meer lekker ruik. Jongens, ik besloot 1 minuut voor 4 dat ik ook bij het inspectie orde wilde zijn live in de klas. Dus ik heb wel zo gek gefietst. En ik ben op tijd. We krijgen nu hier zo. Sommigen zijn thuis, anderen zijn hier. Krijgen we te horen of ja, wat de uitspraak is. Ga je ook in de vlog? Kijk, echt het is dat. Oh, ja. Ze kijkt echt niet blij. Oh. Oh, nu kijkt ze wel weer blij. Ja. Nou, helaas jongens. De beoordeling is hetzelfde als vorige keer. Dus teleurstellend nieuws. Ja, ik kan er zelf niet echt per se iets aan doen. Maar het is natuurlijk gewoon heel erg balen voor de school. Maar goed, we horen deze pas een beetje meer hoe of wat. Ja, ik ga er verder ook niet per se in de vlog wat over zeggen. Maar ik wou wel even delen wat de uitslag was. Ik ga nu even mijn haar op school hier krullen. Terwijl mama hier nog bezig is. En dan gaan we zo met z'n allen eten. En helaas niet proosten. Lekker bij mijn collega's. Dat is mijn collega van groep 3. We werken alleen niet samen. We hebben waarschijnlijk samen op de PABO gezeten, maar we weten het niet. Dat we allebei heel lang over de PABO reden. Jimmy. Wil je op YouTube? Nee! Oh, dit is de muziek weg, dat is wel anders. Ja, oké. Half elf, ik ben thuis. Dit was zo'n fijne avond. Ondanks het slechte nieuws, ja, ik voel het niet heel erg. Maar natuurlijk, ik ben er pas zo kort, dus ik heb het niet allemaal meegemaakt deze hele vorig jaar. En dat het zwak was en zo heb ik allemaal niet meegemaakt natuurlijk. Het enige wat ik kon doen is gewoon zelf heel erg mijn best doen. Dat heb ik gedaan. En we horen dus dinsdag meer, maar het ligt sowieso niet aan een leerkracht of zo. Dus het is niet dat het door jou dan afgekeurd is. Het ligt natuurlijk aan andere dingen. Of afgekeurd zwak is. Maar dat is natuurlijk heel erg balen nieuws. Maar het was zo'n leuke avond. We hadden echt heerlijke gerechtjes. En het was zo gezellig. En dan vind ik het zo bijzonder. Dat ik eigenlijk in 4 maanden al zoveel collega's leuk vind. En iedereen is leuk. En er zit
Meestal op werk is er altijd wel één zo'n iemand die dan niet leuk is of jaloers doet of naar doet of roddelt. En dat is op deze school dus nul. Iedereen is zo leuk en lief met elkaar. We praten over privé dingen, over serieuze dingen, over grappige dingen, maar ook over werk en over alles. En de sfeer is fantastisch. En dan ook nog met je moeder erbij. En dan om te zien hoe zij naar de zin heeft. En ja, de moeder-dochter is natuurlijk ook weer heel grappig. Ik lijk op haar, maar ik ben toch iets meer geremd dan zij. Zij is nog drukker dan ik. En dan, nou, ik vind het zo leuk om dat allemaal te observeren en te zien. En dat ik er nu bij kom en het past gewoon allemaal zo goed. En dan zit ik helemaal op mijn plek en dan ben ik helemaal happy eigenlijk. Los van het vervelende nieuws. Maar goed, ik kan het op zich wel goed loslaten. Maar vooral voor de directie en dat is mensen die gesprekken hebben gehad en zo zitten er natuurlijk veel meer in. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat was een prachtige, bijzondere avond. En het leuke is dat de avondvierdaagse ook was. Dus de kinderen kwamen langs. Ik had net mijn oude school gemist. Maar volgens mij zit er niemand meer die ik les heb gegeven. Oh ja, daar is nog groep 8. Nou ja, die hadden we net gemist. En toen kwam onze school langs. En dan zie je de kinderen. Mijn moeder stond daar zo. En ik stond hier. Dus de meesten zagen eerst mijn moeder. En dan daarna ook nog mij. Dan ons allemaal high five en knuffelen. En dan één meisje die al helemaal uit de verte zo. Ah, daar zat te zwaaien. En die zag mijn moeder bijvoorbeeld wel niet. Want ze verwachtte natuurlijk helemaal niet dat wij er stonden. Er zijn ook juffen die mee hebben gelopen. Maar niemand wist dat wij hier stonden nu. En ja, toen hadden de ouders ook al bericht gekregen over het nieuws van de inspectie. En dan denk ik. En dan sommigen. Hey, juf Eline, juf Charlotte. En de kinderen zo blij. En toen begon het keihard te regenen. Maar we bleven gewoon staan. En iedereen uit dat zaaltje om buiten te gaan aanmoedigen. Denk ik, jongens, wauw, wat een prachtig team. Wat een lieve mensen. Iedereen, de kinderen vonden het leuk. Maar wij stonden ook allemaal met een twinkeling in onze ogen aan te moedigen. Dus ik had daarna een speech. Ik kwam er binnen. Ik zei, ik had een kandelaar met een glas. Ik zeg, jongens, ik ben er pas 4 maanden. Nieuwbie hier. Maar ik wil toch even zeggen, ik vind het zo prachtig hoe we hier dan, na zulk teleurstellend, verdrietig nieuws, hoe we hier dan zo met z'n allen staan aan te moedigen in de regen. En hoe blij we ervan worden en hoe je de liefde van uit iedereen ziet naar de kinderen voor ons vak. En hoe dat ons verbindt met z'n allen. En het komt wel goed, weet je. We zijn zo goed bezig. Ja, dat voelde ik heel erg zo, dus dat had ik ook gezegd. En ik weet niet, ik vond het echt een hele bijzondere avond. Ik ben heel blij. Net nog met een collega lekker terug naar huis gefietst een stukje. En mijn moeder. En ik vond het allemaal zo leuk. Dus ondanks het slechte nieuws, heel goed gevoel over deze avond. En ik vind mijn nieuwe jurkje trouwens waanzinnig leuk, die ik bij Weekamp heb besteld. Dan denk ik morgen weer aan doen. Ik heb me wel kapot gezweet, want ik ben dus om 59 ging ik van huis. 15:59. Toen moest ik de vuilniszakken weggooien, maar die waren helemaal gescheurd. Gelukkig niet eruit gevallen. Mijn fiets pakken, wat altijd eventjes duurt. En ik was om 2 over op school en het was zo grappig. Want om 4 uur begon die Teams meeting. Dus ik was al ingelogd op Teams. En ik had mijn telefoon gewoon zo in mijn hand op mijn stuur. Dus zij zagen, maar alles was gemute. Maar zij zaten daar dus allemaal in het lokaal klaar met z'n allen op een groot scherm. Maar ze hadden dus helemaal die fietstocht gevolgd. En toen liep ik eerst naar het verkeerde lokaal op het groene plein. En toen hebben ze dat blijkbaar allemaal gezien. Ik wist niet of ze keken. En toen kwam ik binnen in de klas in het goede lokaal. En toen, hey! Weet je wel, denk ik, dat vind ik zo'n leuke vibe. En dan van, she made it! En toen uiteindelijk duurde het nog 20 minuten, want het liep allemaal wat uit. Toen kregen we dus helaas het slechte nieuws, maar die sfeer, zo prettig. Echt zo fijn. En ik heb dus, dit zijn zeg maar 2 scholen. De Nieuwe Jozef, daar werk ik, dat is in Weesperstuis. En dan heb je ook de Blomstraat, dat is het oude gebouw. En op die school heb ik dus vroeger stage gelopen. Maar het is eigenlijk allemaal Jozefschool. En met de inspectie wordt het ook als 1 school gezien. En daar heb ik dus mijn stage gehad, mijn meest fijne stage ooit. Ook mijn Leo stage met Steven, die is nu adjunct directeur. Of ik weet niet precies, maar allemaal zo positief en die sfeer. Ik wilde daar toen zo graag werken, maar dat was toen geen plek. En op de Kors Breyer had ik het, waar ik ook heb gewerkt, ook zo naar mijn zin. Dus ik dacht, ik ga nooit meer ergens het vinden waar ik het zo naar mijn zin heb. Want daar had ik natuurlijk een hele club met hele leuke meiden. Maar daar waren ook wel bijvoorbeeld iemand waarvan ik dacht, die ik dan niet zo bevorderend vond voor de sfeer of zo, wat je overal dus wel hebt. Maar op deze school is dat dus nul. Echt iedereen is een mooi mens en lief en fijn en hardwerkend. En ik weet niet, ik ben helemaal verliefd nu. Ik ben helemaal blij met mijn huis. Helemaal blij met mijn werk. Ondanks dat ik het pittig vind, maar dat maakt niet uit. Ik ben helemaal happy hier. En met mijn ouders in de buurt. En ik ben gewoon heel blij. En mijn keel is schor. Maar volgens mij niet schorder dan wat het was. Hallo. En ik had mijn haar dus op school een beetje zo zitten krullen. En toen stonden we vol in de regen. Dus dat is er alweer uit. Maar goed, zo zit het ook wel leuk.
Ja, ik ben heel happy. En dan met haar, ja, wij zijn ook dingen nog samen aan het uitzoeken. En natuurlijk gaat het wel door je hoofd van wat als we weer bij elkaar zouden komen. En dan zou ik weer naar Zoetermeer gaan uiteindelijk. En ik ben hier juist zo happy en zo op mijn plek. En hoe moet dat dan? Maar denk ik, weet je, laat het los. Geniet nu gewoon van het leven wat je hier hebt. Geniet van wat je nu met haar hebt. We hebben geen relatie, maar gewoon wat we nu lekker met elkaar aan het uitzoeken zijn. Geniet van de mensen om je heen en je ziet het allemaal wel. Je bent 31, je bent nog hartstikke jong. Je ziet wel waar het allemaal naartoe gaat en laat het gewoon lopen zoals het loopt. Dus ja, ja, dat is het meest hoogwaardige stukje content dat ik volgens mij heb gemaakt tot nu toe deze week. En ik had voor het eerst bij Picnic boodschappen besteld. Omdat ik gewoon even snel iets wilde wat vandaag binnenkwam. Zodat ik morgen overdag wel lekker kan gaan koken. Want haak om morgen en Poesie dus. Toen hebben ze het gelukkig voor mijn deur buiten gezet. Maar mocht je dus ook bij Picnic willen bestellen, het is geen samenwerking. Maar ik heb dus met een code van een vriendin besteld. Ik zei tegen haar, hey, geef je code, want ik weet dat jij daar bestelt. En dan krijg jij 10 euro korting en ik ook. Dus ik dacht, nou ja, aangezien ik volgers heb, zet ik even in mijn beschrijving ook mijn Picnic code. Want misschien gaat even jullie ook wel eens voor het eerst bij Picnic bestellen. En dan krijgen we allebei korting. Ik heb dus spinazie gekocht, want ik ga morgen lekker cannelloni maken. Dus die laat ik ook gewoon buiten de koelkast. Want die ga ik toch morgen lekker maken. En morgen is het plan lekker een beetje werken, sporten, weer rustig uitslapen, weer lekker koken en dan komt haar in de avond. En ik zal even laten zien wat voor boodschapjes ik heb en dan ga ik lekker, ik denk even douchen, want ik ben, oh ja, dat was ik aan het vertellen. Ik was dus helemaal bezweet, maar deze jurk, ik heb hem nu even open, maar deze is lekker wijd. Het is wel polyester, maar van het groot. Ik vind het zo mooi staan deze kleur. Echt een top aankoop. Heel blij mee. Maar het was dus een zweetstofje, maar alles is lekker wijd. Dus dat is fijn. Dus dan heb je niet zweet per se dat je oksels stinken in je mouw of zo, weet je wel. Sowieso stinken mijn oksels. Nee, ik ruik echt niet naar zweet. Ik heb lekker framboosjes en avocado. Ik moet zo wel naar bed gaan, maar ik heb nog een beetje adrenaline. En blauwe bessen. Ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit. Alles zit wel in plastic zakken. Maar ik ben heel benieuwd. Ik heb hier dus nog nooit besteld. Benieuwd waar zij hun producten ook vandaan hebben. Een mini watermeloen. Vet lekker. Mozzarella voor morgen. Waarom die plastic zakken dan? Dat snap ik niet. Dat is nog niet meer van deze tijd. Ik begrijp dat niet. Dus het speciaal biologisch iets. En omdat ik dus voor het eerst keer ging bestellen, had ik gratis eitjes gekregen. Gratis honing. Wat waarschijnlijk geen echte honing is, zoals alles. Een Picnic introductieboekje. Lijkt wel gesponsord dit. Oh, ik heb kokosmelk besteld, want ik wil die ene chocoladetaart van zoete aardappel en kokosmelk gaan proberen te maken al heel lang. Misschien wel morgen. Ik voel nu dat ik wel moet gestoppen met Pasen. Echt iedereen is morgen schor. Heerlijk nog eventjes een burrataatje. Ik weet niet of het voor morgen is. Ricotta voor morgen. Nog een mozzarella, want ik maak dan echt een hele grote portie. Dan gaat de rest lekker de vriezer in. Dus ik ben lekker een vriezervoorraadje aan het opbouwen. Heerlijk. Zoete aardappel in blokjes gesneden. Ik dacht dat maakt het wat makkelijker om die taart te proberen te maken. Passievruchten. Want ik wil pornstar maken. Oh, nog mozzarella blijkbaar. Deze croissantjes krijg ik ook gratis, ja. Ja, dat ik die aan Haan meegeef voor bonusdochter of zo. Ik heb er niet zoveel mee. En waarom ik eigenlijk bestelde is omdat mijn havermelk op was. En ik dus dacht, ja, ziek, ga ik even naar de winkel te gaan. Ik had vandaag ook al geen havermelk voor mijn matcha. Ik had amandelmelk, was niet zo lekker. Dus ik heb lekker 4 pakken havermelk. Hier was ik dan 30 euro aan kwijt. En dat was dan inclusief 10 euro korting. En geen bezorgkosten. Oh, en een chocoladereep, want die heb ik ook nodig voor die taart. Deze tasjes ga ik in ieder geval... Wat was dat? Oh. Bewaren en niet weggooien. Ik ga het even een plekje geven. Dan ga ik eventjes... Ik denk even lekker douchen, badjasje aan. En thumbs up voor deze uitgebreide info over mijn leven. Ik probeer dat echt bewust voor jullie te doen. Want ik had net ook al HM in me gestuurd. Op de fiets heel lang, waarin ik alles al had gezegd. Dus... Ik haat altijd dingen dubbel zeggen, maar toen dacht ik, ja, ik moet het ook even in mijn vlog delen. Dat vind ik ook hartstikke leuk hoor, maar duf je duimpje omhoog daarvoor. Ik ga even kijken hoe mijn vlog van vandaag het eigenlijk heeft gedaan. En ik ben helemaal uit mijn wereld, omdat ik van thuis ineens een hele dag weer avond weg ben geweest en zo. Ken je dat? Dan denk je helemaal van, oh ja. Maar ik ben heel erg blij. En ik ga ook een heerlijk weekendje tegemoet. Met haar en met Poesie en met chilling en maandag vrij en helemaal heerlijk, oké?
Bye guys. Ik zie er toch niet echt ziek uit? Beetje ontploft haar. Ik heb dus kuiltjes hier, wisten jullie dat? En net kraaienpootjes, maar dat vind ik niet zo erg. Pigmentvlekken. Ik vind dat ik er niet heel moe uitzie. Ik denk dat ik morgen niet meer ziek ben. Dat zou echt waanzinnig zijn. Jongens. Besef even dat dit de laatste ochtend is dat ik wakker word zonder poesie. Ik ben al helemaal mentaal erop voorbereid dat ze komt. Dat ik me helemaal de hele tijd al een soort aan het inbeelden ben. Van ik doe nu de deur open en poesie is er en zo. Straks is ze er gewoon. How nice. En dit is was uit de droger en van het wasrek die ik ga opruimen zo. Maar eerst ga ik even wakker worden. Ik ben niet echt wakker, want gisteren was het best wel laat. Zin in vandaag. Poesie komt, ha komt, ik ga lekker koken. Ik ga lekker op het fietsje een pakketje ophalen bij het postkantoor. En dan hopelijk ook sporten. Maar ik mocht van mezelf ook morgen pas. Ik weet niet, ik wil deze week gewoon chill doen. Ik ga lekker koken, gewoon een beetje werken. Echt een heerlijk dagje. Oh, even mijn haar los en mijn bril. Ik heb wel heel veel honger, merk ik. Het was echt niet zo heel veel eten gisteren. Dat was de dagen die ik daarvoor ook niet had gegeten. Ik had gewoon geen honger. Heb ik nu wel heel veel honger. Dus ik moet eventjes... Ik wil even een lekker ontbijtje maken of zo. Maar ik weet niet wat. En ik ga dus mijn cannelloni met ricotta en spinazie maken. En dat recept heb ik volgens mij nog nooit echt gedeeld. Alle krullen zijn eruit door de regen. Oh, ik had lekker frambootjes en zo. Dan kan ik dat lekker gaan eten. En ik heb nog salade van eergisteren. Kan ik zo ook gaan eten. Kijk, ik heb 2 bakken ricotta. Dan heb ik 2 mozzarella voor erop. Dan heb ik ook nog altijd parmezaan geraspt erop. Dus best wel veel kaas. Oh, uitsnijden is zoveel heftiger als ik mijn lenzen niet in heb. Ik dacht altijd dat ik dus niet moest tranen van uien. Totdat ik me ineens had bedacht van, oh, het komt gewoon omdat ik lenzen in heb. Dan merk je er gewoon niks van. Dan zijn je ogen gewoon beschermd. En nu heb ik mijn bril op en heb ik echt traanogen. Olijfolie. Wel goede olijfolie. Zit handig op een plank. Ik wil ook proberen om een taart te maken van zoete aardappel en pure chocolade. Dat is 85%. Ik heb dus te weinig chocola gekocht, maar ik wil het alsnog pas even gaan proberen. Want het moest met 2 zoete aardappels en dat zakje wat ik heb is misschien wel minder dan 2. Dus misschien is dit wel genoeg. Hey, ik was even vergeten dat ik gewoon een magie mix heb. Dus ik heb een beetje kokosmelk erbij gedaan om het dunner te maken, want ik kreeg het niet geblend. Ik had het gewoon in mijn magie mix kunnen. Dus ik hoop dat hij hard gaat worden, maar het ziet er echt super goed uit. Dus het is gewoon die zoete aardappel, maar het is natuurlijk ook met schil, bedacht ik me daarna. Ik moest eigenlijk zonder schil, maar ik had die kant-en-klare en die zijn met schil. Volgens mij is het gewoon goed gelukt. Met die 100 gram chocola en dan een half pakje van dit ongeveer omdat het te dik was. Dus ik, ja, als het niet opstijft is het gewoon een soort mousse. Het is nog helemaal heet. En ik heb er wat zout door gedaan. Ik vind hem nog een beetje wel aan de weeige kant. En volgens mij hoeft er niet meer chocola doorheen. Ik weet het niet. Ik denk dat ik hem gewoon eventjes ga laten afkoelen. Dat het dan hier lekker kan afkoelen. De tafel is gedekt. Het is niet de meest handige tafel om de tafel op te kunnen dekken. Omdat door die vormen. Maar goed, ik blijf hem wel echt heel leuk vinden. Ja, ik heb het niet heel bijzonder gedaan. Maar het ziet er toch gezellig uit. En ik heb niet echt onderzetters. Dus dit. En ik had deze gekocht en nog nooit gespeeld. Ik dacht dat is ook wel leuk voor vanavond. Ineens heb ik nog maar een uur en een kwartier. Ik moet nog weg. Ik moet nog superveel doen. Dus ik ga nu snel weg. Ik stel dat al de hele tijd uit om een pakketje op te halen bij de Primera. Maar ik weet niet waarom ik dacht dat het bij de Primera lag. Maar het ligt gewoon bij de Karwei. Wat echt veel chiller is om het op te halen. Geen idee waarom ik dat dacht. Toen stapte ik op mijn fiets, begon het keihard te regenen. Had ik kunnen weten. Ik wil hier dus draaien. Hoe ga ik dat doen? Ja. En toen besloot ik om maar mijn auto te pakken. Maar toen dacht ik natuurlijk van ja. Dacht ik, ja, dan ga ik maar met de auto. En als ik mijn sleutel het niet doet, dan moet ik maar heel snel eventjes laten staan, mijn auto. Maar toen ging de sleutel er dus wel uit. Maar ik denk als ik thuis kom, dat hij er niet uit gaat. Maar goed, ik heb geen pakketje, maar ik heb wel nog even wat boodschapjes kunnen doen. Die niet per se nodig waren. Ik had eigenlijk alleen die chocola nodig.
voor die topping. En ik wilde glanspoelmiddel en vaatwaszout. En dat heb ik ook, maar het eigen merk was er niet. Toen moest ik Sun kopen. Dat was echt ziek duur. En Ha, die stuurde net een filmpje dat hij Poesie in het mandje probeert te krijgen. Maar hij wil haar dus zelf in het mandje laten gaan. Maar ja, dat gaat 100 jaar duren. Dus hij stuurt allemaal hele dikke filmpjes van een dikke Poesie die gewoon totaal niet door heeft dat ze in het mandje moet gaan stappen natuurlijk. Hoe raar voor haar dat ze in het mandje gaat en niet weet. Ik vind het zo lastig eigenlijk, maar je moet er niet veel bij nadenken. Maar dat ze gewoon niet weet dat ze nooit meer terugkomt in het huis misschien. Ja, ik weet het allemaal niet, maar voorlopig in ieder geval niet. Zo raar. Ik heb maar even van die cat, liquid cat sticks gekocht voor. En meestal geef ik dat soort dingen niet. Want ze krijgt snel last van haar buik. Het is allemaal niet zo gezond. Maar hier zit ook geen granen of zo in. Het was voornamelijk kip en een beetje melkproduct. Ik dacht nou, dat kreeg ze toen ook van die vrouw die haar toen ging trimmen. Dus dat moet vast wel kunnen. En verder neemt alles, nou ja, Ha neemt alles mee. En ik heb lekker bloemen, dat wilde ik ook halen. Ik wil eigenlijk al de hele tijd bloemen in mijn huis. Maar ik denk steeds voor mezelf en dan ben ik heel veel weg. Ja, zonde. En toen dacht ik nou, nu is het wel leuk om op tafel even mooie bloemen te zetten. Dus ik denk dat Ha er over een uur is of zo. Maar ik moet natuurlijk ook nog eventjes cannelloni afmaken. En ik heb nog even tomaten erbij gekocht. Want ik wil van die, iedereen tagde mij in die burrata met shaved tomato. En ik vind het er niet zo lekker uitzien. Maar ik had 4 hele zachte tomaten liggen. Dus die heb ik vanochtend ingevroren. Toen dacht ik, oké, perfect moment om die shaved tomato te gaan testen. Dus dan doe ik een schaaltje met dat. En doe ik ook even nog 1 schaaltje, denk ik, met nog vleestomaat, kleine tomaatjes en buffelmozzarella. Want ik vind het toch, dan denk ik, ja, het eten is genoeg. Er hoeft geen sla bij, maar ik vind het toch wel lekker als je gewoon even leuk gaat eten, dat je lekker 3 gangetjes hebt, weet je wel. Als in dat er ook gewoon salade bij zit. En ik heb dus een toetje, terwijl we houden helemaal niet van toetjes, maar dat was puur omdat ik dit zoete aardappelding wilde testen. Maar ja, ik heb dan echt iets van, nou, dan eet je wat minder cannelloni. Heb je ook weer wat lekker cannelloni in de vriezer. Dan heb je toch wat salade erbij. Ik hou ervan, lekker een beetje fris. Dus dat ga ik ook nog maken, maar ja, het hoeft niet klaar te zijn of zo als Ha komt. We hebben alle tijd. Dus ja, maar wel leuk. Dit is de eerste keer dat hij naar mijn huis komt om niet te klussen. En sowieso is hij er heel erg lang niet geweest. En de komende weken zitten we ook weer super vol. Dus is hij er waarschijnlijk ook niet. En hij gaat morgen dus kamperen. Hij zei net nog, weet je zeker dat je Poesie nu wil overzetten. Want ja, het is super lekker weer dit weekend. En heel leuk als je meegaat naar de camping en zo. En zei ik van ja, ik ben toch, als ik nu weer naar de camping ga. Ik ben nog niet helemaal fit in mijn keel en zo. Beter blijf ik lekker thuis. Dit is echt het perfecte moment voor Poesie. Omdat ik nu 4 dagen thuis ben. En voorlopig op de planning gaat dat niet meer gebeuren. En ja, ik vind nou ook wel gewoon tijd dat ze lekker naar mij komt. Anders gaan we het altijd blijven uitstellen. Dus ik blijf lekker thuis. Ik vind het helemaal prima. En ik ben blij dat ik bloemen heb. En ik heb deze dus. Ik heb een boeketje en dan ook deze erbij. Die vind ik zo mooi. Maar die kostte 4,50. Vroeger waren die dingen volgens mij 1,99 of zo. Toen ik nog bij de Deen werkte. Was echt goedkoop. Maar ik ga dus nu niet naar de Karwei mijn pakketjes halen. Want het heeft geen prio. Ik ga eerst even zorgen dat ik lekker alles in mijn huis en mezelf ready heb. Oh, please. Yes! Bedankt, God. Dank je. Hij gaat eruit. Oh, wat fijn. En nee, hij stond niet op stuurslot. Dat is het niet. Oh, halleluja. Halleluja. Ik vind het zo leuk als je met bloemen. Als ik mensen met bloemen zie lopen, word ik altijd helemaal blij ook. Maar ik ben wel op zoek naar echt hele mooie zijdebloemen of zo. Dat je gewoon altijd bloemen in huis hebt. Want die dingen zijn heel duur, maar uiteindelijk bespaar je er wel geld mee. En ik word wel heel blij van bloemen in mijn huis, hoor. Oh, mijn hart kan dit niet aan. Mijn Haas hart ook niet. Is het in de auto? Oh. Ja, je ligt lekker te chillen daar. Nou, Ha, zo schattig. Ik ga snel rijden, want je moet zo snel mogelijk. Wat ben je toch knap, Poesie. Oh, Ha. Goed bezig. Wat is het toch een knappie. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze gaat reageren straks. Ik had gisteren... Oh, ik had er wat ingedaan, wat ik vergeten. Ik heb allemaal shotjes waar ik nooit wat mee doe. Mijn gedachte was dat ik dit als vaas kon gebruiken, maar blijkbaar heb ik gisteren ook iets anders bedacht. Ik dacht, dit is misschien wel een leuke vaas. Maar oké, voor nu hou ik het makkelijk en pak ik even een andere vaas. Deze. Kan ik die ook een keer voor het eerst gaan gebruiken? Die is denk ik wel goed. Nou, het was nog lastig. Maar is het nu trio dat ik dit nu doe? Nee. Ik ga dit nu even gewoon zo zetten. En dan kan ik dit straks, als ik tijd over heb, nog even doen. Iemand zei, wil je weer vaker je boodschapjes laten zien? Dus hierbij mijn boodschap. Echt belachelijk 2 euro voor dit. Volgens mij is het zelfs bij Chris nog goedkoper. Maar goed, dit vind ik ook nog lekker voor de salade ontbijt. Niet veel wat ik heb gekocht. Dat was het.
Oh, en mijn nieuwe kattenbak staat er. Die gaan we straks ook even installeren. Dit is alleen niet ideaal. En een drinkfontein, die kreeg je erbij. Maar ik vind hem wel heel lelijk. Vooral met die stekker er aan. And here we go. Volgens mij, of ik deed olie op de bodem of een beetje saus. Voor nu doe ik een beetje saus. Totdat er aan de andere kant weer uitkomt eigenlijk. Hier ben je echt wel even mee bezig. Dit kan je zo lekker doen terwijl je aan het kletsen bent of tv kijkt. Misschien ga ik het wel samen met haar doen straks hoor. Dat zit ik nu te bedenken. Maar ik vind het ook wel leuk dat ik eventjes voor hem heb gekookt. Oei! Ik ga voor de eerste kaart aansteken op de wal. De eerste keer. Wel eng of zo. In de winter zijn kaarsen wel leuker, vind ik. Deze lucifers zijn leuk dat ze zo lang zijn, maar niet heel effectief. Pushy, hi! Baby! Ja, zet er op de kast. Hi, schatje. Moeten we er in de woonkamer of hier loslaten? De woonkamer, rustig aan. Hi, baby! Hi! Leuk hè? Ken je mij nog? Jawel, dat is best chill vind ik. Hoe moet dit? Ja, ik weet niet hoe het weer op schutje. Hoe moet het dan? Heel de weg gemiauwd. Gaan we kijken. Daar gaat ze. Wel bang? Ja, is het benieuwd. Ik zie het aan haar oogjes. Hey Pushy, welkom in je huis. Ik vind dat ze het nog best goed doet. Gaat ze het hele huis snuffelen en ruiken? Nou. Die stoel ken je in die geur. Ja, dat is wel leuk. Hi Pushy. Nou, sorry, als ze met deze zo gaat liggen, vind ik het wel na 5 minuten heel goed. Oh, gossie. Hi, Poesh. De volgers zijn zo benieuwd hoe het gaat. Daarom moet ik het echt vastleggen. Ben je lekker aan het liggen? Ja, maar wel meteen naar jou. En meteen met likken. Kijk, ze gaat pootjes wassen. The rolls are ready. No. Zo jou gehecht. Nou, mooi hoor. Deze stoel. Ja, jij bent hier echt lang niet geweest. Het gaat in de oven. En dan maak ik later gewoon nog wat over. Maar dit is voor vanavond precies goed. En Poesie ligt daar. Poesie, eten. Kijk. Kijk. Brokjes hier. Kom maar. Poesie. Hier gaan we het eten zetten. Poesie, kijk. Hier zijn de brokjes van Poesie. Ik kan dit zelfs gewoon hier laten staan, want het valt totaal niet op. Ideaal? Hoppa! De perfecte plek. Oké, jongens, daar gaan we. De tomatenraspen. Ik ben benieuwd. Ik heb dit zo. Heel benieuwd. Oh ja, het lukt. Lijkt wel shaved ice. Uiteindelijk smelt het gewoon. Dan moet je het dan nu echt bevroren opeten, maar dat ga ik niet doen. Het is bijna sapkuur. Kijk, Ha staat daar te springen als een idioot. En Pushy kijkt op de bank echt dan weer naar mij, dan weer naar jou. Wat gebeurt hier allemaal? Het zag er echt zo raar uit. Nee, is het gelukt? Nee. Ik zou me niks verbazen als ik hiermee mijn rasp totaal bot maak. Ik vind het wel goed zo hoor. Wow, het ziet er wel heel cool uit. Shaved. Dat vind ik eigenlijk niet heel mooi. Maar hieronder ligt dan burrata. Pushy chillt de hele tijd bij haar. Ze durft niet van de bank. Dit is met balsamico. Er komt nog basilicum bij. En dit is dan met parmezaan. Het ziet er niet super mooi uit, maar het is wel lekker. Camera ken jij ook. Mij ken je echt ook wel hoor. Ja, mij ken je ook wel. Ja. Dit is mijn huis, schatje. We hebben nu allebei een eigen huis. En omdat ik meer thuis ben, kom je lekker bij mij. En Ha is hier ook gezellig. Dat is fijn, hè? Ja, brain massage. Brain massage. Ja, brain massage. Oogpoep? Ja. En dan straks ook lekker buiten kijken, Pushy.
kan dat? Ik shake dit net. Het was helemaal geen schuim. Hij shaked even zo. Ik ga helemaal los. Hij doet het gewoon lekker zo. Zieke schuim. Wow. Nice. Huh, jij schenkt het ook zo. Maar dan komt het ijs er ook bij. Jeetje, hoe kan dit? Het heeft gewoon met spierkracht te maken. Je bent ook van alle markten thuis, hè? Ik had dit nog niet eens. Jeetje. Waanzinnig. Wow. Ik ben helemaal knalrood, joh. Maar echt overgehit. Heel lekker, niet normaal. Nou, dat ziet er toch helemaal leuk en gezellig uit. Kurkentrekker. Ik ben niet zo goed met kurkentrekker. Dat is echt jouw taak. Kijk hoe gezellig het eruit ziet hier. Klinkt goed, hè? Is hij kapot? Ik heb hem van jou gekregen. Als moet ik naar Jos om maar in te lenen. Is hij echt stuk? This is not the end. Nou, ik vind het helemaal leuk. Olivenolie. Oké, waar ga ik de kaarsen zetten dat het niet misgaat? Zo. Nou, het ziet er lekker uit. Ja, ja. Ik denk ook dat het er lekker uitziet, maar welke kant op heb ik de rolletjes gedaan? Leek mij gewoon in de link. Ja, zo. Nou, volgens mij is het helemaal goed gelukt. Wow, looking good. Nom nom nom. Dit is eigenlijk het eerste diner in mijn huis. Ik vind de bloemen ook zo leuk. Ze gaat nu in mijn sleeping room kijken. Ik ga te schrikken. Nee, ze schrikt niet. Ik dacht wel, ik schrikken. Nee. Kijk, leuk is dat ze de gietvloer ook kent. Hi Poesie. Poesie, ik kom even bij jou kijken. Je hoeft niet te schrikken, oké? Waar ben je, Poesie? Was je een beetje hier aan het kijken? Mooi, hè? Ja, mooie kamer, Poesie. Nou, ze doet het echt heel goed. Ik ben helemaal trots. Ik ben trots op de schattige poes. Kijk hoe leuk deze lichtjes op mijn wall zijn. Kijk hoe gezellig het eruit ziet. Zo gezellig. De poes is buiten. Ze is helemaal op haar gemak, joh. Kijk, ze kan de hele dag dus hier kijken. Dat is leuk, hoor. Ze kan alles zien wat er voorbij komt. Mensen, vogels, insecten, voertuigen. Ik vind dat ze het heel goed doet als je dit vergelijkt met de warnet kregen. Zo. Leuk. Kijk jongens, dit is het toetje geworden. Met de topping erop. Maar ik laat hem gewoon in het bakje. Maar ik ga wel even laten weten hoe die smaakt. Oh, hij is echt al een beetje hard geworden. Ik heb het pas een half uur geleden erop gedaan. Wow. Kijk dit, de moister. Mooi joh. Moister. Moister, de moist. Gewoon... Lekkere substantie, zeg maar. Moisturized. Smooth. Oké, jij mag ook proeven. Bedankt. Moisturized. Eerlijk. Proef eens. Je gaat het heel lekker vinden. Er is geen suiker aan toegevoegd. Zo. Gaat hij van de andere kant pakken. Hm? Mijn kant vindt hij vies. Ik vroeg haar eerst zo, was ook in dezelfde kant. Toen dacht ik, nee, ik ga mijn eigen kant kiezen. Poesie is helemaal relaxed. Oh mijn god, ha. Dit ga jij, ik denk dat jij dit heel lekker vindt. Ik ben heel benieuwd. Het smaakt alsof het heel ongezond is met slagroom en zo. Mmm, weet je wat het is? Geen idee. Het is zoete aardappel met pure chocola. En erop zit een laagje van kokosmelk met pure chocola. En dat is het. Mm, heel goed. Waanzinnig. Niet wel. Nee, hè?
En dat chocolademousse die heel vet is. Wil je? Oh ja, en ik had dus door de basis ook nog een beetje kokosmelk gedaan. Wat ik anders niet kon blenden. Dit smaakt echt, als je het in een restaurant zou krijgen, ik zou denken, dit is heel vet. Uur opgeklopt. Slagroom. Ja, mooiste, ja. Gewoon moes? Gewoon moes, ja. Waanzinnig. Wow. Good morning, ik voel me helemaal gelukkig. We hebben goed geslapen samen. Poesie is echt, doet het waanzinnig, is helemaal happy. Alleen maar in het rollen aan het kroelen. Ik vind het helemaal leuk, zo'n klein huisje lijkt het wel, helemaal top. En ik ga lekker fruit snijden en alles is top. Nou, ook gewoon niet lekker. Al het fruit dat ik daar heb gekocht is goor. Poesie denkt, hey, een robot, dat ken ik uit het andere huis. Ze heeft niet eens een balkon nodig, ze zit het liefst heet het hier. Dan zit ze te kijken. Wat hoor jij? Ga je schrikken? Ze blijft een bange poes. Maar ze is best wel chill voor haar doen. Ze zit heet te kijken wat er allemaal langskomt en allemaal vliegjes op de horen en zo. Vindt ze helemaal leuk. Heel schattig. Bang is ze natuurlijk altijd, daarom hebben we haar ook geadopteerd. Dus ze was super bang. Poesje, je muisje. En de robot staat aan. Oké, jongens, ik heb vaatwaszout erin gedaan, helemaal vol. Hele verpakking op en hier glanspoelmiddel. Maar ik denk alsnog, dat gaat niet het droge probleem oplossen. Plus de blokjes die ik heb, hebben al zout en alles erin. Dus, maar ja. Meer dan dit kan ik dan niet doen. Ik dacht dus dat dit droog betekende, maar het droogt gewoon niet. En ik doe hem al op 70 graden als test, het werkt ook niet. Ik ga naar de Maxi fietsen. Het is zo lekker. Het is wel duidelijk dat Poesje de automatische kattenbak fantastisch vindt. Ze is er echt al 4 keer in geweest, het is zo chill. Hi Poesje! Ziet ze mijn voeten, gaat ze bang doen. Hoi, zit je lekker in de automatische kattenbak? Ze verwaakt zich wel hoor. Nou, A gaat weg en ik ga sporten. Want de sportschool gaat al bijna dicht. Doei. Doei schatje. Dat was heel heet, ik ben al een tijdje terug. Maar ook heel lekker. Ik zal even snel laten zien wat ik bij de Action had gekocht. En Poesie gaat naar buiten. Daar gaat ze. Ja, ze gaat al een beetje snuffelen. Ik wil even een parasol gaan kopen, maar ik kon niet echt een winkel dichtbij vinden die ze heeft. Zo'n balkonparasol, ik vind de bloemen zo mooi. Ze heeft alweer poep hangen aan haar vacht. Maar de kattenbak is stop, want je ruikt niks, tenzij je de klep openmaakt. Mijn aankopen, deze zag ik al steeds. Ik dacht, die neem ik een keer mee. Maar citronella, ik dacht, misschien kan ik het ook wel ergens buiten spuiten of zo tegen de muggen. Nog 1 setje hangers, weer vuilniszakken. Springtouw, want ja, bij H heb ik springtouw liggen, maar het is zo goed voor me. Dit vond ik gewoon handig, omdat je dit gewoon makkelijk op je, hier in mijn keuken kan zetten zonder dat het lelijk is en groot en zonder snoer. En dan kan ik gewoon makkelijk een eiwitshakeje maken om te scheren. Dit hadden ze bij de Xenos, te leuk. Lychee mango smaak. Mijn favoriete make-up remover vond ik nu te duur zonder aanbieding, dus ik heb eventjes deze gekocht. Eindelijk wattenstokjes. Dit zei haar, moet je voor Poesie kopen. Bij de deurleg kan ze lekker aan krabben. Een deurstopper voor daar zo, zodat die deur nooit dicht gaat. Vaatwasspul, een lip oil van de Action met avocado. Dit vond ik ook echt, nou ja, ik moest dit gewoon even meenemen. Nog een bubble tea, maar dan in de smaak strawberry peach. Dit is zo'n foamroller voor mijn rug, geweldig, want het helpt me heel erg voor buiten. En hij zei dat ik even het leuk moet maken met lichtjes en zo. Een riem die hopelijk om mijn taille past, voor bij jurkjes, een stopcontact. Stopcontact, verlengsnoer, watjes voor voorraad. Dit lampje voor in die lamp bij de tv, want die is hopelijk wat verder. Dit wil ik ook buiten zetten en dit ga ik ook lekker buiten zetten. Dat was het. Het is hier nu een beetje een zooitje. Waar is mijn kat? Ja hoor, ik wist het al dat ze bij de buren zou gaan kijken, want ze doet nooit wat anders. Hey, waarom schrik je van mij? Ik heb het even afgebakend dat ze niet hieronder door kan. En er moet nog een andere oplossing komen. Ga maar kijken, schatje. Zie je, er hangt poep aan de vacht. Maar ze laat het even niet knippen. Het is binnen lekker koel. Cool. Dat is wel jammer. Als je het open doet, dan wordt het dus warm. Maar het is juist koel binnen. Hi Poesie. Is je nieuwe huis. Gek hè? Oh ja, en deze had ik nog erbij gekocht voor in mijn wc-collectie. Want ik vond deze er wel mooi echt uitzien. En dat Poesie haar wel mis. Maar wat wel leuk is dat er nu een vlieg binnen is. Dus die kan je vangen. Zie je? Ja hoor, ze ziet hem al. Zag je de vlieg Poesie? Ze moet gewoon nog een beetje wennen, maar ik vind dat ze echt heel erg goed doet. En deze, ja, hij is wel heel vol eigenlijk, maar leuker bij je. Dan ga ik alles even weer een plekje geven. Ja,
Maar mooi dit, hè? Ik had gewoon een bosje bloemen van 7 euro bij de Albert Heijn. Dit is volgens mij giftig voor katten, maar ik moet gewoon in de gaten houden dat het niet uit gaat vallen. Want Poesie is echt nooit geïnteresseerd in bloemen. En had ik deze voor 4,50. Al had ik al verteld erbij. Maar ik vind het zo mooi. Helemaal leuk. En ik moet echt iets gaan bedenken voor al Poesie's spulletjes. Want anders wordt het hier zo'n zooi. Het grappige is, kijk, ik dacht ineens van, hé, ik moet het gordijn openen. Want ik doe hem dus dicht voor de zon. Maar dit is dus echt haar favoriete plek geworden, nu al. Ze vindt het heerlijk om hier uit het raam te kijken. Dus dan denk ik, ja, dan moet ik het gordijn wel een stukje open laten. Zie je, ze vindt het helemaal leuk. Oh, top. Helemaal niet over nagedacht. Dit is een plekje voor haar. Ha, zei al, ze gaat een plekje vinden waar ze zich kan verstoppen. Nu al kattenhaar. En kijk eens. Dit is een mooi plekje voor jou. Dat is jouw privéplekje. Ja. Daar komt niemand anders, Poesie. Daar kan jij lekker chillen. Het is een mooi plekje voor jou, speciaal voor Poesie. Zie die pootjes? Ik dacht, het is wel handig, zo'n klein dingetje. Ik wilde eigenlijk gewoon dat mixertje die we ook in Zoetermeer hadden, maar die hadden ze niet meer. Of die zag ik niet. Toen dacht ik, ja, voor een eiwitshakeje even makkelijk, is dit ideaal. Opladen en dan heb ik, oh. Ik zit ook wel heel leuk te zeggen dat het ideaal is, maar kijk hoe klein dit is. Een eiwitshake heeft echt veel meer nodig. Is dit dan een miskoop? Nou, komt wel goed. Het is dus wel leuk, want je kan zo'n deksel erop doen, dan kan je het zo meenemen. Maar het is voor een eiwitshake echt weinig. Ik wil deze dingen ophangen, maar wat ik heb gekocht mist dus een onderdeel. Dus ik wil dit even omtoveren tot poesiemand, denk ik. Spullen voor poesie. Dus ja, dan heb ik hier gewoon een poesiemand. Oh, dit zijn ook die liquid snackies. Hey, poesie, ja! Dat zei haar al. Wat is haar toch een toppertje, hè? Kijk, de mat. Ha, zei dat ik hem daar moest leggen, want ze is gewend bij de balkondeur. Maar ik dacht, ik leg hem bij de voordeur. En ging hij al lekker krabben, hè? Dat ken jij. Hij ruikt alleen wel nieuw, want hij is nieuw. Ging je lekker een beetje krabben, Poesie? Ging je een beetje krabben op de mat, schat? Je bent erg dik als je zo zit. Zwaarlijvig, obesitas. Ze is nog niet helemaal happy, maar dat komt wel. Het is gewoon geperst hout. Of karton. Vezels. Dus het ruikt er echt zo in dat ik denk dat het niet op mijn hoofd valt. Ah, waar is je nou? Oh, hier. Ik heb al 3 dingen opgehangen. Zo, nu water voor de vogeltjes. Hé, hey, lekker. Maar waar staat dat roze lampje hangen? Wat was jouw gedachte daarbij? Een beetje aan het uiteinde van het balkon of tegen de muur juist? Ja, ik vind niet per se heel... Kijk, dit die is al schattig. Dat lampje, zonne-energielampje ook wel, maar het is natuurlijk wel heel hoog. Maar ik zou dus wel hier helemaal lampjes of zo kunnen hangen. Nu ik weet dat het er zo makkelijk in gaat. Ja, dit is ook niet echt van hele toegevoegde waarde of zo. Maar als jullie ideeën hebben, blijkbaar kan je alles er zo in draaien. Dus alles wat niet zwaar is, dat gaat er zo in. Jodeladene, gaan we. Ja, nou, ik zeg altijd, het past sowieso wel. Gewoon proberen. Hoe ga ik dit er ooit in krijgen? Alles mee. Een man ging me nog heel lief helpen. Hij zei, als het niet past, breng ik het even naar je huis. Maar ik zei, het moet toch lukken? Tadaa! Oh, nu hopen dat alles goed is. Ik heb natuurlijk niet gemeten, maar ik heb gewoon gekeken naar de plattegrond van mijn balkon. En het zou feitelijk gezien allemaal moeten passen. Ik dacht ineens, weet je, je gaat het anders niet meer doen. En dit is de perfecte dag ervoor, perfecte weekend. Dus ik ga nu lekker hier maar aan de slag. Allemaal binnen, we hoeven niet bang te zijn. We hebben gewoon spullen. We hebben lekker op het balkon kunnen liggen. Hoe zie jij ook? Kan je ook lekker liggen? Kijk eens, dat is mooi. Kijk, hoe zie je, dan kunnen de mensen niet meer kijken naar ons. Dat is wat hoger. Dit riet is even wat hoger dan het riet wat er nu zit. Er staat dat deze ouw parasolvoet, ouw, 20 kilo is. Maar dat is zo pijn. Ouw. Om te tillen. En ik til echt wel vaker 20 kilo dan voor school. Nou, dat was het. Ik dacht echt, doe, ik ga alles in de auto laten. Geen zin. Toen dacht ik, nee.
Je doet hazenmanier. Je gaat alles stapje voor stapje tillen. Alles in de lift zetten. Hoppakee. Maar gaat dit passen? Eerst even meten voor ik het in elkaar zet. Maar het zou moeten passen, want anders klopt de plattegrond niet. We moeten eigenlijk nog lunchen, maar het is... Oh, het is 6 uur. Ik moet even wat gaan eten, maar ik wil eerst even door. Yes. Perfect. Perfecto. Poesje vindt het altijd wel leuk als er dingen gebeuren, hoor. Vindt het wel interessant. Superleuk in een beige kleur. Die ga ik ook ophangen, maar ik moet eerst even de moeilijke dingen doen. En ik heb een pakketje opgehaald, want dat was ook bij de karwei. Hoppa. Die dozen vindt Poesie wel eng. En nu hoop ik maar dat die man echt een goede heeft geadviseerd. Want hij heeft me ook wel eens een keer iets verkeerds geadviseerd. Maar hij was heel stellig, dus ik neem aan dat het goed is. Eigenlijk moet ik dan straks ook even nog naar beneden om een half karton mee te gooien. Ik eet toch lekker het restje van gisteren, dus ik hoef niet te koken. Mijn eiwitshakey. En ik had daarbij dus nog een light body oil, want ik wilde gratis verzending en iets voor pigmentvlekken. Dat komt later wel. Nu zit ik echt te denken van, ik had het echt moeten bewaren voor volgende week vlog. Want mijn brein gaat zo van, oké, deze week vlog heb ik al een titel van Poesie verhuizen. En dan zou ik volgende week vlog een titel kunnen hebben van mijn balkon aanpakken. Maar nu weet ik niet wat ik voor volgende week als titel moet doen. Maar dan kan ik wel bijvoorbeeld mijn balkon afmaken of zo. Ja. Anders krijg je geen views als ik geen leuke titel heb. Eerst ging ze zich in mijn kledingkast verstoppen. En nu komt ze koekeloeren. Ze vindt het wel interessant. Ja, je bent bang, maar je bent ook benieuwd. Bangen zit gewoon een beetje in jouw lijfje van vroeger. Ja, eigenlijk ben je hartstikke nieuwsgierig. Ga maar weer gauw weg. Ga je vanaf daar kijken? Door het raampje Poesie? Hey! Nou, ze vindt het altijd heel leuk als er veel gebeurt. En op dit moment gebeurt er veel. Nou, er was nog geen kwartier en hij staat al. Alleen maar even met een inbus en ik heb gewoon automatisch. Dus nu ga ik hem even daar leegmaken en daar zetten. Ik had alleen niet verwacht dat het van boven zou uitsteken, maar is dat erg? Nee. Het is toch heel leuk. Dit wordt echt top. Dankjewel, leuk hoor. Het staat echt net 10 seconden en ze komt al kijken. Oh, dan gaat ze daar. Wat gaat ze daar doen? We moeten ervoor zorgen dat ze niet naar de buurvrouw gaat. Ze mag daar dus niet onderdoor. Waanzinnig. Ik weet nog niet precies hoe die het beste staat, maar... Wow, jongens. Hoe kan je zo snel je balkon mooi maken? Geweldig. Zo, jongens. Nou, er kan echt nog wel wat aan veranderen. Ik weet nog niet hoe de parasol nou op het beste is, maar kijk wat leuk. Die lampjes gaan helemaal aan als het donker is. Dit is toch leuk? Ik weet nog niet of ik dit te rommelig vind of dat het kan. Fantastisch. Ik ben heel blij. En die stoel, ja... Kan ik denk ik ook nog onder de bank leggen misschien. Ik was er precies onder. En die andere stoeltjes ga ik toch niet gebruiken. Want ik heb toch niet zoveel mensen hier. Dan zet ik die lekker in de berging. Dan heb ik daar lekker een stoel voor als ik nog lang uit wil liggen. Maar hier kan je ook op liggen. Heel leuk, heel blij. Ja, dat riet, daar heb ik nu even geen zin meer in. Ik ga eventjes eten. Die man heeft alleen toch de verkeerde parasol geadviseerd. Want je ziet, ik had zo'n balkonparasol, zo'n halve. Hij zei dat dit het was. Ik wil ook zo'n halve voet. Dus het gewicht zou alleen hier moeten staan. En kijk, dat heeft het niet. Dus die parasol moet wel terug, helaas. Maar ja, dat is niet anders. En als alle spulletjes dan weer weg zijn, dan komt Poesie weer hoor. Als de rust wedergekeerd is. Dan gaat ze even kijken. Oh, ik kan hier ook gewoon lekker liggen. Poesie. Leuk huisje, hè? Ja. Ik ben ook blij met het huisje. Oh, dan gaat water er weer. Water maken? Nog gedaan vandaag, zeg. Lekker. En weinig gegeten. Nou, voor mij is dat prima. En nu ben ik heerlijk van gisteren het eten aan het opwarmen. Ga ik wat lekker eten en Maxima kijken en helemaal chillen. En dit laat ik nu staan. Oh, zij zit daar te chillen. Zij is ook helemaal relaxed. Ik ben helemaal blij. Kijk, nou wat leuk. Ik ben heel benieuwd als die lichtjes ook aangaan. Zo schattig. Ik zeg, wil je nog even lekker naar buiten? Gaat ze even buiten. Maar alles wat ik neerzet, zet ik een deurstopper neer. Gaat ze dan weer aan zitten ruiken. En ze is helemaal op haar gemak. Ze is zo cute. Kijk, ik heb gezellig mijn lampje aan. Mag zij gewoon nog even lekker buiten chillen? Oh, wat een dotje. Ik ben benieuwd of ze op de bank gaat ook. Ik denk dat ze dat nu gaat doen.
Lekker herrie. En dan tussen nog even de vaatwasser nog uitruimen tot mijn eten warm is. Kijk hoe lief ze is. Ze is echt blij. Zo snel gewend, ik had het nooit verwacht. Ze zit aan de borstel te ruiken. Oh, cutie. Ja hoor, ze zit erop. Even de tijd nodig, maar ik vind dat ze het echt snel en goed doet. Jeetje, het is ongelooflijk schattig zeg. Niet normaal. Deze vlog gaat even veel over poesie hoor, maar ik denk dat heel veel van jullie het ook leuk vinden om te weten hoe zo'n proces nou gaat. Kijk nou hoe lief ze is. Boeit haar echt niet dat het minder klein, minder groot is. Helemaal aan het genieten. Zo, heerlijk. Ook nog een cocktailtje voor mezelf. Ik ben helemaal happy. En doe je dit dicht, dan is het ook lekker stil. Alleen de oven is nog wat afkoelen. Zo, lekker genieten. Ik ben echt, ik voel me echt heel gelukkig. Mijn werk is leuk, het is pittig, maar het is leuk. Poesie is er nu met haar, is het super fijn. Als ik alleen al is het fijn, met mijn familie is het fijn. Vrienden, gezellig. Ik ben echt blij. Happy the peppy. Hé, dat is haar. Echt heel blij. Kijk. Je hoort kikkers of eenden en lampjes. Ik wil echt nog veel meer lampjes eigenlijk. Ja, veel meer. Wij gaan lekker naar buiten, Poesie. Wij gaan lekker buiten zitten. Goedemorgen. Kom, gaat ze daar te wachten tot ze daar naar het raam mag. Kom, we gaan hier naar buiten, Poesie. Kijk, ze is ook buiten. Oh. Dat is echt je favoriete plek, hè? Poesie, je hoeft niet zo bang te zijn. Een heerlijk ochtendje, helemaal niks doen. En genieten van wat ik heb. Wandel ik nu lekker naar mijn ouders. Het is 4:30. Lekker mijn haar gewassen, gedoucht. Geen make-up op, wel heel veel zonnebrand. Voor de pigmentvlekken. En lekker het park door. 10 minuten en dan ben ik er al. Zo chill. Dan gaan we lekker genieten van de eerste Pinksterdag in de zon. Heerlijk. Het is tijd om de fiets in elkaar te gaan zetten. Ik had toen mijn elektrische fiets natuurlijk helemaal... uit de doos gehaald en de tie-rips en alles. Maar nu moet ik hem in elkaar gaan zetten, want het is mooi weer. Dit is mijn elektrische fiets die ik heb gekregen van Mockwheel. Superleuk. Dit zijn de spullen die we er allemaal bij krijgen. Hij is wel heel cool. Chico baby. Haar en mijn stuur erop aan het zetten. Dan moet die echt heel goed stevig vasthouden, anders schommelt het beeld weer. Dan gaat iedereen deabonneren. Ik koop ook een fiets bij mama. Ik kan ook echt niet liegen. Ik wou zeggen. Ik koop ook een fiets bij Mockwheel. Zo makkelijk. Is het Mok of Mok? Ik stel ook vandaag een fiets bij Mockwheel. Het is zo makkelijk. Voor je het weet kan je alweer de weg op. Dit heb ik allemaal al gefilmd. Dat is haar ook altijd. Dan gaan ze dus de dingen filmen die je zelf ook kan filmen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde altijd. Dat is zo grappig. Hoe doet hij dat? Gewoon dan zeg ik op de boot, kan je mij filmen? Gaat hij de omgeving filmen? Dan zeg ik, ja, dat kan ik ook. Is dit goed? Kijk, dit is denk ik niet goed dat dit hier omheen gedraaid zit. Zie je? Hoe kan je dat veranderen? Nee, hè? Op het rode knopje, kijk, ik denk dat het zo moet. Ja! Zie je, we hebben wel geen handleiding nodig. Als je net een heel huis in elkaar hebt gezet, dan kan je dit wel. Ja, babytje. Spin! Leg hem gewoon op mama. Lekker 2 uur lang bezig geweest met mijn fiets. En nu eindelijk, nu is Olivier er. Ja, met 25 graden zit ze te kijken. En ze zit heel op zich heen te kijken. Waar is hij? Misschien moet ik... Wauw, wat een buffet. Lekker. Ingemaakte groenten gemaakt. Ja. Gewoon een soort uit jouw... Gaaf zeg. Wauw. Wow, het rijst helemaal lekker. Ja, die rijst, heerlijk. Ik dacht dus dat de fiets heel moeilijk was, omdat er nog echt tientallen schroeven bij zitten. Maar ik denk dat het allemaal reserveonderdelen zijn. Want eigenlijk was het gewoon voorwiel erop, lampje erop, stuur erop, navigatieding erop. En spatbord, bagagedrager vast. Zadel vast, dat heb ik nog niet gedaan. Oh ja, dat ben ik nog vergeten. Maar volgens mij hoef je de rest niet te doen, dus ik ga hem even testen.
Waar was dat nou? Oh, hier. Of niet? Maar doet hij het zonder accu, vraag ik me af. Wow, dit is de accu. Oeh, het staat altijd veel te hoog. Ah. Ben ik weer. Had je lekker op de kattenbak gezeten en was je bijna 5 kilo. En had je er een paar, iets van 76 seconden had je op de wc gezeten, zag ik in de app. En dat ik even moest kijken of die overschoon moet worden of bijgevuld. Ja, of ik moet hem al een beetje bijvullen, stond er, hè. Maar ik ruik niks. Heerlijk. Als je dit open doet, het stinkt, ik doe mijn neus dicht. Ja, die zit nog niet vol, hoor. Ja, gaan we lekker op de bank liggen. Wat heb jij gedaan toen ik weg was? Daar ben ik zo benieuwd naar. Poesie. Wil je misschien nog heel even naar buiten? Kom. Ga even buiten kijken. Deurstopper. Zo, nu is het lekker buiten. Ga jij maar lekker buiten chillen. Gaan we lekker naar de kikkers luisteren? Terwijl je lekker de massage krijgt. Ja. Dat is de massage van Poesie. Poesie krijgt. Alles ligt weer te rollen. Doet ze allemaal, kijk. Helemaal in het gootje lekker geklemd liggen. Helemaal gek geworden. Zo schattig. Nee, je kan er niet doorheen. Het is natuurlijk zondagavond, jongens, dus ik ga de vlog hier weer afsluiten. Ik hoop dat jullie hem spotfocus. Dat doe ik mijn camera. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Volgens mij heb ik wel... Ja, het was heel leuk, want ik heb een balkon gedaan. Poesie was er. Dus vorige week vlog kreeg ik de eerste dag al bijna 10.000 views en heel veel reacties. Toen stopten heel veel mensen met reageren. Ik heb er echt nog 3 reacties gehad in totaal in een paar dagen. En dan zie je meteen dat de views niet meer omhoog gaan. Dus nogmaals, alsjeblieft blijf reageren. Niet alleen de eerste dag dat je kijkt of de tweede dag, maar ook als je hem na 5 dagen of een week of mug, wat dan ook, nog kijkt. Reageer alsjeblieft. Want daar help je mij heel erg mee. En dan maak ik deze video's voor jullie. En dan helpen jullie mij door dat te doen. Dus ja, ik hoop dat je dat doet. Bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij een volgende vlog. Bye!